Eberhard, op jou, man. Hier achter mij in het Concertgebouw in Amsterdam krijgt vandaag iedereen de kans om afscheid te nemen van de pas overleden burgemeester Van der Laan. En er staat al sinds heel vroeg vanochtend een hele lange rij. Hoe lang staat u in de rij? Een half uur, drie kwartier houden. Je merkt het niet, je zit gezellig te praten met allerlei mensen. We hebben elkaar toevallig ontmoet. Ja. We waren de reden aan het uitwisselen waarom we hier waren. Een prachtige man. Prachtig mens. Een man die altijd vanuit het hart sprak. Weet niet, heel aardig. Open en eerlijk. Nou ja, dus alle clichés kun je uit de kast halen natuurlijk. Ja, ik heb Eberhard meegenomen. Ja, dat zijn meer dan woorden, toch? En ja, het is ja. Echt, sorry. Lieve burgemeester, bedankt. Je was de beste burgemeester van heel Amsterdam en we zullen je missen. En ik wens jouw familie en naaste vrienden heel veel kracht en liefde toe om dit verlies te dragen. Met pijn in ons hart verlaten we deze concertgebouw. En rust zacht. Hij heeft alles voor ons gedaan. De zorg voor de stad en voor elkaar, dat was zijn uitspraak. En dat gaan we nu doen. Ja, dat gaan we sowieso doen.